Als je een elektronisch apparaat eens een keer openschroeft, dan krijg je dit soort componenten te zien. Een chip. En in zo'n chip zitten van allerlei andere zaken, maar hè, bijvoorbeeld een weerstand, en nog een weerstand, en nog een weerstand, en ach, allemaal weerstanden. En die weerstanden, die kun je op allerlei manieren natuurlijk met elkaar verbinden. En dan is de vraag van, ja, maar al die weerstanden samen, wat doet dat? De totale weerstand. Daar gaan we het dit keer over hebben. We gaan het eerst eventjes wat simpel houden. We doen één enkele weerstand. Nou, één enkele weerstand, als daar een stroom doorheen gaat, ja, dan gaat die natuurlijk compleet door die ene weerstand heen. Het wordt iets anders als we nu een extra weerstand erbij doen. En die extra weerstand, die zetten we ernaast. Oftewel, die twee weerstanden, die zijn nu parallel aan elkaar geschakeld. Nou, stroomsterkte gaat van links naar rechts, hè? En dat is hoop en geloof dat de stroomsterkte hier ja, even groot moet zijn als de stroomsterkte daar. Maar een elektron, de stroomsterkte, die heeft door die extra weerstand er in feite een extra weg bijgekregen. Ja? En hij kan dus nu kiezen van hey, ga ik bovenlangs of onderlangs. Het is wat makkelijker geworden. En als het makkelijker is geworden, betekent dus dat de weerstand lager is geworden. Oftewel, als je parallel schakelt met weerstanden, ja, dan zal de weerstand altijd kleiner worden. We schakelen twee weerstanden parallel aan elkaar, 30 ohm en 20 ohm, en die zetten we over een spanning van 6 volt. Nou, wat gebeurt er met de spanning over bijvoorbeeld de weerstand van 30 ohm? Nou, die 30 ohm links en rechts. Is hij rechtstreeks geschakeld aan de 6 volt. Dus over die weerstand zit natuurlijk dan ook een spanning van 6 volt. Hetzelfde kan ik ook voor de 20 ohm doen. Die 20 ohm zit ook rechtstreeks verbonden aan de 6 volt. Oftewel, die 6 volt staat ook over de 20 ohm. Ja, dus je hebt twee weerstanden, maar beide weerstanden die hebben de 6 volt te pakken. En dat is altijd zo met twee weerstanden parallel. Ja, en 3 natuurlijk ook, hè, is de spanning altijd gelijk. Bij parallel, ja, verandert de spanning niet. Je kunt het ook bij de stroomsterktes bekijken, hè. Je hebt de stroomsterkte natuurlijk door de bovenste, de 30 ohm, en de onderste, de 20 ohm, I1 en I2. Eventjes iets anders. Welke van deze twee stroomsterktes is het grootste, denk je? I1 of I2? Ja, wat denk je? Precies, ja, kijk, de 20 ohm, ja, die is het laagste in weerstand. En laag in weerstand betekent dat de stroomsterkte er makkelijk doorheen gaat. Dus I2, die zal de grootste waarde hebben. Je kunt ze ook berekenen natuurlijk, want ja, daarvoor hebben we de wet van ohm. I is U gedeeld door R. Als je dat bij de bovenste doet, dan krijg je dus 6 gedeeld door 30. Nou, als je dat uitrekent, 6 gedeeld door 30, komt er 0,2 uit. Dus de stroomsterkte door de bovenste weerstand is 0,2 ampère en door de onderste is het 6 gedeeld door 20 en dan kom je op 0,3 uit. En je ziet dus inderdaad dat I2 de grootste waarde heeft. Maar ja, 0,2 ampère boven, 0,3 ampère onder, dit moet ergens vandaan komen. Oftewel, door die ene draad die naar beide weerstanden toe gaat, dan moet 0,2 plus 0,3 is 0,5 ampère stroom. En dan zie je dus, hè, de spanning bleef niet zo gelijk, maar de stroomsterkte die splitst zich. En dat is dus ook weer zo, als je twee weerstanden parallel schakelt, dan wordt de stroomsterkte verdeeld over beide weerstanden. Let op, hè, dus de spanning wordt niet verdeeld, hè, die blijft gewoon over beiden gelijk, maar de stroomsterkte die wordt verdeeld. Stel nu dat je beide weerstanden vervangt door één weerstand. Ja? Oftewel, de spanning is 6 volt en stroomsterkte, de totale stroomsterkte blijft 0,5 ampère. Ja, wat zal dan de waarde moeten zijn van die ene vervangingsweerstand? Nou, ook hier weer wet van ohm.
R is U gedeelte I. Ja, de spanning over die vervangingsweerstand is 6 volt. En de stroomsterkte door die vervangingsweerstand is 0,5 ampère. Dus R is U gedeelte I. En je komt op 12 ohm. Je doet 6 gedeeld door 0,5 en dan kom je op 12 uit. Dus de twee weerstanden van 30 en 20 ohm samen kan ik vervangen door één weerstand van 12 ohm. Dat is een vervangingsweerstand. Je kunt die vervangingsweerstand ook berekenen rechtstreeks. En dat doe je met behulp van deze formule. 1 gedeeld door de vervangingsweerstand is 1 gedeeld door R1 plus 1 gedeeld door R2. We zullen eventjes kijken hoe je dat hier gaat doen. Je vult dus voor R1 en R2 die 30 en 20 in. Dan krijg je dus 1 dertigste plus 1 twintigste. Nou, dat kun je gewoon uitrekenen met de rekenmachine. En dan komt er 0,08 en dan allemaal drietjes uit. En dus is 1 gedeeld door RV is dat getal. Maar ik moet natuurlijk niet 1 gedeelte RV hebben, de vervangingsweerstand, maar de vervangingsweerstand zelf. Dus de vervangingsweerstand zelf is 1 gedeeld door 0,0833, etc. En als je dat weer uitrekent, precies, dan komt er keurig 12 ohm uit. Eventjes samenvatten voor twee parallel geschaarde weerstanden. Ja, wat geldt er? Nou, er geldt dat de spanning over ieder weerstand gelijk blijft. Dus U1 is U2. De stroomsterkte die wordt verdeeld. Oftewel I1 plus I2 is gelijk aan I totaal. En als je de weerstanden samen wilt nemen, dan kun je die berekenen met 1 gedeeld door de totale weerstand. De vervangingsweerstand is 1 gedeeld R1 plus 1 gedeeld R2. Parallel. En dan serie. Twee weerstanden serie, nou, de stroomsterkte die doorheen gaat, van links naar rechts, die zal dan dus een extra barrière moeten nemen. Nou, in plaats van één weerstand heb je nu twee weerstanden. Nou, als je dus twee barrières hebt, ja, dan heb je het extra moeilijk. Ja. Dus die stroomsterkte wordt tegengehouden. Kortom, een slechtere doorstroming en dat vertaalt zich in feite dus dat er een hogere weerstand is. En dat is zo, hè, als je weerstand in serie hebt, ja, dan zal de weerstand altijd groter worden. Dus net andersom dan bij parallel. Nou, we pakken weer twee weerstanden, 20 en 30 ohm, maar nu in serie. Ja, nou, de stroomsterkte, hè, van links naar rechts, van plus naar min, die hebben ze net al gezegd, hè, die is overal even groot. Nee, omdat ze in serie staan, achter elkaar. Nou, I totaal is dus even groot als door de 20 en de 30 ohm. Die 20 en 30 ohm, die maken ook weer samenvoegen tot één weerstand. Ja, de vervangingsweerstand. En die is hier gewoon 50 ohm. Nee, als je twee weerstanden in serie hebt, dan is vervangingsweerstand gewoon die twee bij elkaar opgeteld. Dus dat is een stuk makkelijker dan bij de parallel. Maar nu heb ik de weerstand van 50 ohm en de spanning die erover staat van 6 volt. Hoe groot is dan de stroomsterkte, de I totaal? Nou, die kun je berekenen. De wet van ohm, I is U gedeeld door R, U 6, gedeeld door 50. En dan kom ik op een stroomsterkte van 0,12 ampère. En die 0,12 ampère die gaat dus zo door de stroomkring heen. En die stroomkring die bestaat eigenlijk natuurlijk uit die 20 en de 30 ohm. En hoe groot is dan de spanning over die twee weerstanden? Nou, ook hier weer de wet van ohm. U is I maal R. Als ik dat voor de 20 ohm invul, dan krijg ik dus 0,12 keer 20 en kom je op 2,4 volt uit. Doe ik dat voor de 30 ohm, dan krijg ik 3,6 volt. En je ziet, hè, die twee spanningen bij elkaar opgeteld, hè, die 2,4 volt plus 3,6 volt is precies gelijk aan de 6 volt. Je mag ze dus gewoon optellen. Dus de spanning
bij een serieschakeling wordt verdeeld en het wordt precies verdeeld dat het exact past. Let ook op hier dat de grootste weerstand, de 30 ohm, krijgt hier de grootste spanning. Ja, dus de grootste weerstand krijgt het grootste deel van de spanning. We gaan het weer eventjes samenvatten. De parallel hebben we gehad. Nu in serie geschakeld. Ja, dan heb je dus dat de spanning over ieder weerstand, die wordt verdeeld. Ja, dus let op met het verschil met de parallel. En de stroomsterkte die bij parallel werd verdeeld, die is juist hier weer gelijk. En tenslotte de vervangende weerstand, hè, die is gewoon R1 plus R2. Wat heeft dit voor consequenties bij andere schakelingen? Bijvoorbeeld met een lampje hier. Ja, nou, lampje op 6 volt, eenvoudig natuurlijk. Hè, schakelaar sluiten en hij brandt lekker fel. Ja, maar als ik nu niet één lampje doe, maar doe twee lampjes op deze manier, dus in serie. Ja, als ik nu de schakelaar sluit, dan gaan ze natuurlijk wel branden, maar je ziet dat ze minder fel branden. En hoe komt het nou? Nou, die twee lampjes staan in serie. En in serie, wat gebeurt er dan met de spanning? Precies, de spanning verdeelt zich, dus ieder lampje krijgt slechts de helft. Je kunt ook de stroomsterkte bekijken, want wat gebeurt er met een weerstand als je twee componenten in serie zet? Dan zal de weerstand altijd toenemen en betekent dus dat grotere weerstand een lagere stroomsterkte. Ja, dus een lampje zal minder stroomsterkte krijgen en dus ook logisch dat hij minder fel brandt. Ja? Dus ze branden minder fel, de batterij, ja, die zal wel langer meegaan, hè, omdat er gewoon minder stroomsterkte van hem wordt gevraagd. Je kunt ook twee lampjes doen die parallel staan, op deze wijze. Ja, als ik nu de schakelaar doe, ja, dan zullen ze natuurlijk ook gaan branden, maar je ziet, ze branden nu beiden even fel als het één lampje deed. Ja, en hoe komt dat? Nou, ze staan parallel. En wat gebeurt er met de spanning als het parallel staat? Precies, die verandert niet. Dus beide lampjes krijgen de 6 volt. En dus zullen ze beiden even fel branden. Ja? Als twee zaken parallel worden geschakeld, wat gebeurt er met de weerstand? De weerstand wordt lager. Oftewel, de totale stroomsterkte, die zal juist toenemen. Ja, het moet natuurlijk ook, want ja, beide lampjes moeten evenveel branden. Maar de stroomsterkte, die zal dus stijgen. En dat betekent natuurlijk wel dat als je dit doet met twee lampjes, dat de batterij nu juist minder langzaam meegaat. Oké, we gaan eventjes wat leukers doen. Ja, het is ongelijk wat je hobby natuurlijk is. Maar stel je voor, je hebt deze schakeling. Wat is de vervangingsweerstand? Als je dus al deze weerstanden, en het zijn er 6 in totaal, wilt vervangen door één weerstand. Nou, tip is dat je eerst parallel weerstand moet pakken. Dus je moet eerst de vervangingsweerstand berekenen van deze twee en ook van deze twee. Nou, weet je wat? We gaan eerst de vervangingsweerstand van deze twee berekenen. Ja, en we. Ik bedoel natuurlijk eigenlijk dat jij het doet. He, dus klik even op pauze en bereken dus de vervangingsweerstand van de 300 en 500 samen. Oké, dat doe je natuurlijk met 1 gedeeld door R vervanging is 1 gedeeld door 1 plus 1 gedeeld door ander. Dus 1 gedeeld door 300 plus 1 gedeeld door 500, rekenmachinewerk, is 0,0053. Betekent dus dat de vervangingsweerstand van die twee is 1 gedeeld door dat getal en je komt dan op 187,5 ohm. De twee weerstanden kun je dus vervangen door één weerstand van 187,5 ohm. Hetzelfde doe je met de 400 en de 600. Nou, ook dat even zelf doen natuurlijk. En dan kom je op precies dezelfde berekenwijze
en dan kom je op 240 ohm. Nou, dus die 2 kun je vervangen voor 240 ohm. En wat zie je nu? Nu heb je 4 weerstanden keurig in serie. En dat betekent dus dat de vervangingsweerstand die 4 bij elkaar opgeteld is. Nou, dat is wel te doen natuurlijk. En dan kom ik op 577,5 ohm. Moet je nog wel even kijken naar significantie. En let op, hè, significantie, als je zaken bij elkaar optelt, ja, dan moet je kijken naar het aantal cijfers achter de komma. Nou, en ja, ik heb hier eentje met 1 achter de komma. Hè, dat is trouwens ook nog een tussenantwoord. Maar de rest allemaal 0 cijfers achter de komma. Dus je eindantwoord ook op 0 cijfers achter de komma. Betekent dus dat de vervangingsweerstand hier 578 ohm is. Nog eventjes 1 om het af te leren. Weer 6 weerstanden. Gevraagd de vervangingsweerstand. Eventjes, de stroomsterkte gaat er hierin. Verdeelt zich dan hier over allerlei weerstanden. Zo gaat hier eruit. En dus, wat is, als je deze door 1 weerstand wilt vervangen, hoe groot is die weerstand dan? Nou, ook hier weer. Eerst alleen de parallelschakeling doen. Dat betekent dus dat je de vervangingsweerstand moet berekenen van de 200 en de 300 en de 500 en 600 samen. Nou, doe dat niet weer iedere keer. Hè. Ga het zelf eventjes berekenen, dus eventjes een pauze. Hè. En als je dat hebt gedaan, dan zul je zien dat eruit komt 200 en 300 en 500 en 600. Kun je vervangen door 1 van 120 en 1 van 272. Nu de serie. Let op, in serie, deze 4 staan niet alle 4 in serie. Nee, de stroomsterkte gaat er hierin en dan gaat hij of door de bovenste tak. Ja, dus deze 2 staan in serie. Of ze gaan door onderste tak. Ja, en deze 2 staan in serie. Dus deze 2 staan in serie en deze 2 staan in serie. Maar wel ieder apart. Oftewel, die 2 mag optellen en dat betekent dus dat ik de vervangingsweerstand van die 2 heb en boven kom je dan op 220 en onder op 672. En nu dus nog één laatste stap, namelijk dat ik die 2 weer samen moet nemen, 2 weerstanden parallel. Ook dat is natuurlijk voor jou nu een eitje geworden en als je dat eventjes doet en even pauze drukt, ja, en dan krijg je dus dat de vervangingsweerstand van die 2 samen 166 ohm is. Hey, daar hebben we hem ook weer. Wat zit er nou echt in, hè? Laat eens even kijken. Het einde zit erin. Bedankt voor het beluisteren van deze presentatie en tot ziens.